Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is vrijdag, 2 dagen voordat ik terug ga naar Nederland. Ik heb me klaargemaakt en ik heb deze jurk aan. En ik ga nu voor een keratinebehandeling voor mijn haar. En we zijn eigenlijk al laat, dus ik ga nu vertrekken en dan spreek ik jullie straks. En mijn haar is super stijl. Ik moet het 3 dagen zo laten. En over 3 dagen mag ik het pas wassen. We gaan nu uit eten met Pure. Bij een gezellige Gabonese tentje. We zijn er. Goedemorgen allemaal, we gaan snel naar de beauty salon. En ik heb mijn laatste gezicht, want ik van de vakantie. Zodat mijn huid wat meer kan kalmeren. En daarna gaan we nog wat winkelen, wat inkopen doen. En in de avond is het inpak om terug te gaan naar huis. Ik heb dit shirtje van de Zara aan. Deze heeft ook een passende broek. Heb ik ook weer aangehad in de vlogje in India. En dan deze gestreepte broek ook van de Zara. Verder geen make-up op, omdat ik dus gezicht van niet heb. Alleen lippen. Oké, ik ben weer bij de salon. Ik moet me gewoon kleden en dit dragen. Zodat we. En ik moet me gewoon kleden en dit dragen. En dan zie ik jullie net de behandeling. Ik heb me gezegd een hart voor de behandeling. Dus ja, ik zie jullie naar de behandeling. En dan zie ik hoe het eruit ziet. Oké, ik ben klaar. Nou, dat ziet er zo uit. Het is alles gewoon fijn. Goed. Ik ben aan het kijken naar sjaals. Deze ziet er wel heel mooi uit. En ook van die gekleurde sjaaltjes. Ja. Ik ga deze even aandoen. Dan kun je het zien. Het is een beetje hoe deze sjaal eruit ziet. Heel groot, maar het is wel heel mooi. Het is wel heel mooi qua kleur. En ik heb deze sjaal. Het is heel leuk om het van die witte kurties te dragen. En dan je sieraden natuurlijk. Deze is wel heel leuk. Het zijn ongeveer 15 euro per stuk, denk ik. Dus ja, ik ga even verder kijken of ik dit leuk vind. Maar goed. Ik denk dat jullie dit idee wel begrijpen. En ik hou wel van dat soort Indiaanse designs. Oké, we zijn klaar met de salon, mami. Laat je nagels zien. Heel mooi. Dan gaan we naar de mall. Voor me last day. Ja, ik ga het missen. Maar blijf nog even, hou niet vallen. Echt in de kant. Laatste inkomen. Oh mijn god, ze hebben een soort van marktje. Dat is echt leuk. Ja? Oké, guys, ik ben bij Book Bazaar en ik ben hier kleren aan het passen. Ze hebben hele leuke pakjes, rock blues, India's. En ik zocht een witte kurta, omdat ik dus de gekleurde sjaals heb gekocht. En dan wou ik een witte, ja, onder... Wou ik eigenlijk een witte kurta, zodat ik dat gewoon heel makkelijk zo kan dragen. En dan wil ik misschien ook nog van die India's broeken, van de Punjabi broeken, die heel wijd vallen. Maar dit is denk ik heel cute. En het is heel leuk, hij zit ook heel fijn. En ja... Yeah. Ik ga deze sowieso al nemen. En misschien ook nog wel in andere kleurtjes.
Maar goed, laten we deze passen. Laat ik jullie ook nog wel even zien. Oké, ik heb de Punjabi broek gevonden. En zo ziet hij eruit. Van de zijkant. En als je dan een leuke sjaal aan doet met leuke oorbellen, kan het heel leuk zijn. Ik ga wel even kijken voor andere kleuren. Want deze combinatie vind ik niet heel leuk op dit moment. Maar ik denk als je een roze sjaal hebt, dat het wel heel leuk kan zijn. Goedemorgen, Anne. Vandaag is het zondag. En ook de dag dat wij tevens... Dat wij trouwens naar huis gaan. Ik ga nu wat boodschappen halen. Ik ben alleen in de auto. Want ik ga pasta maken voor buren die we hebben. Ze zijn hele goede vrienden van ons. En ik ga op mijn manier pasta maken. Dus dat leek ons wel leuk om hun dat te laten proeven. Wij vertrekken pas 3 uur in de middag van huis. En ik ga met mijn vader en mijn broertje terug. Mijn moeder blijft nog heel eventjes. En ja... Ik heb helemaal geen make-up op, want ik heb mijn gezicht nog even laten ademen. En later als we weggaan doe ik wel wat op. Dus ik heb mijn bril op en ik ga nu vertrekken. Dus laten we gaan rijden en dan spreek ik jullie zo weer. Oké, guys, ik ben weer terug in de auto. Ik heb een aantal dingetjes gekocht, want ik ga dus pasta maken. Oef, laat me jullie even hier zetten. Maar ze hebben natuurlijk hier ook allemaal snoepjes en zo van India. En ik vond een aardbeien KitKat. Dus die wou ik aan jullie wijzen. Ik heb ook nog ijs gekocht. Maar goed, ik ga even de auto starten. Het is erg warm. Zo, ik heb ijs gekocht ook. Die zit in de tas, maar die eet ik thuis wel. Deze gaat open. Oeh, hij is dubbel verpakt. Ik denk voor de hitte. Want hier kan het soms zo warm worden en dan smelt alle chocola. Het zit dus nog in de zilveren verpakking. Oh. Dus de bovenkant is wit. Onderkant normaal. Oké. Oeh, de hele auto ruikt nu al naar aardbei. Ik had verwacht dat het roze van binnen zou zijn. Chocola heeft een hele sterke aardbeismaak. Maar dat is wel heel lekker. Oeh, het smelt allemaal. Ik heb mijn aantal genomen. 20 stuks totaal. Want... Ik wil deze meenemen voor mijn leerlingen in Nederland. Ik geef dansles, zoals ik eerder in een andere vlog heb gezegd. Dus het leek me wel leuk om deze aan hun allemaal eentje te geven, zodat ze het kunnen proeven. Oké, laat mij maar snel naar huis rijden. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, we zitten in het vliegtuig. How do you feel? Oké, top. En we gaan nu van Goa naar Mumbai. En dan moeten we denk ik 6 uurtjes wachten op Mumbai Airport. Dan vliegen we... 9 uur en dan 8 uur. Af. Nou, dat is. En dan vliegen we naar Munich. En van Munich naar München vliegen we weer terug naar Amsterdam. Ik heb net wat dingetjes gekocht. Dit en deze tassen. Een aantal boeken. En een portemonnee bij de Milano. Nog 4 andere boeken.
Ik heb dus film gezien van The Secret en het hele goede ook over de tijd. Over het aantrekken van parties. Dus je weer zou doen. En ja, ik dacht dat het nog geen had, maar dat was die andere eerste die ik had gelezen. Dus dat zijn totaal de 50 euro die ik verkocht heb. Ik hoop dat ik eraan toe kom. Want school begint meteen wanneer wij terug zijn. Tijd voor last but not least. Candy. Ik zag deze in de winkel en het is net een zure matte, alleen zure sticks van aardbeien. En ik heb niet heel veel batterijen van mijn camera. Dus laten we dit maar snel gaan proeven. Niet meteen opeten. Wacht. Deze ruikt dan lekker. Ik ga jullie wijzen hoe die eruit ziet. En dit is hem geworden. Het is een leren bruine portemonnee. Hij is heel dun, zodat het heel makkelijk om in je tas te zetten. En hij gaat denk ik ook nog in mijn Michael Kors tas. Twee vakken voor je geld, papiergeld. Dan heb je nog vakjes voor je pasjes. En op de achterkant heb je ook nog een rit voor je muntgeld. Dus dat is hem geworden. Voordat wij helemaal naar binnen mogen gaan en naar immigration. Dus ja, we gaan nu hier eventjes wandelen en eventjes kijken. Ik zit hier te wachten op mijn vader en mijn broertje. En als zij klaar zijn, gaan we weer verder. Nee, pas. Eten. Ik wil weer om te kijken. Toch op de wifi. Voilà. Oké, guys, het is nu 12 uur 's nachts. Papa ligt daar. Ik heb verder een ijs gehaald. Ja. Oh, ik weet niet of ik überhaupt ooit in de vlog gezegd heb dat je verder heet. Nou, bij deze. Nee. En ik heb sailpoddy gehaald. En dit is hoe sailpoddy eruit ziet. Het zijn gevulde balletjes die gebakken zijn. Met aardappel en van die garnering. Wil je er een proberen, Karen? Nee, laten we dit even proberen. Kijk, zo ziet het er dus uit. De hele aard. Oké, laten we maar het eerst afnemen. Cheers. Laat het. Eigenlijk heb ik liever paringpoeder, omdat paringpoeder gewoon een beetje saus heeft. Maar het is wel lekker. Oké, 5 uur later. Dat was het? Ik heb geslapen. Ja, 60. Ze zijn heel erg moe. Dus we gaan nu naar de gate en ik denk dat we nog een uur moeten wachten. Misschien ietsje langer. Het ziet er heel moe uit. Oh. En mijn huid is echt heel erg ingekeerd. Zo, een beetje heftig. Maar goed. Let's go. Kijk ze. Ja, leg je. En dit is echt de beste koffie. Van Costa. En niet van Starbucks, maar van Costa. Ja, jij, maar ik niet. Veel lekkerder dan van Starbucks. Maar goed. Nog ongeveer een half uurtje en dan gaan we landen.
Oké, allemaal. Ik ben al een aantal uren thuis. Het is op dit moment 7:30 s'avonds. Ja, ik heb niet heel veel kunnen vloggen in Frankfurt. En daarna de vlucht naar Nederland. Omdat onze vlucht vanuit Mumbai vertraagd was, zijn we ook laat aangekomen in Frankfurt. Waardoor we eigenlijk maar 30 minuten hadden om van de gate naar de andere gate te gaan. En het heeft ons eigenlijk een uur geduurd. Het was heel chaotisch, rennen. En de airport in Frankfurt is zo groot. Dus het duurde natuurlijk heel lang om van de ene naar de andere kant te komen. Toen waren we eenmaal in het vliegtuig en ik was ook gewoon zo moe. Dat ik in slaap ben gevallen en niet meer gevlogd heb daarna. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb alles uitgepakt. En alle spullen liggen over de hele kamer heen. Oké, ik ben ook gedoucht. En ik wil jullie even mijn haar wijzen. Want ik heb dus de keratinebehandeling gedaan een paar dagen geleden. 3 dagen geleden om precies te zijn. En ja, dat zorgt gewoon voor dat je haar stijl blijft. Ook na het wassen. En na 5-6 maanden was het er eigenlijk uit. En zoals je kan zien, mijn haar is heel soepel. En ik heb de keratinebehandeling al een keer gedaan. Heb ik ook aan de vlog toen gezegd. Deze keratine heeft mijn haar ook echt heel zacht gemaakt. Wat ik toen de vorige keer ook had ervaren. En nu kan de kleur in mijn haar daardoor ook wat beter zien. En dat is een beetje wat er van achteruit ziet. En dan heb ik natuurlijk ook de nieuwe portemonnee gekocht. En dat is deze geworden. Het is van het merk Da Milano. En hij is super mooi. Een hele warme tint, bruin leer. Wat ik ook wel heel fijn vond, is dat de garantie hierop lifetime is. Dus je kan altijd teruggaan naar de winkel, naar een van hun filialen als je problemen ervaart. Wat ik normaal gebruik is deze portemonnee van Michael Kors. Zoals je kan zien, ziet hij er zo uit. Heel cute, heel klein. Maar die ga ik dus nu overzetten naar deze. Deze heb ik nu 1,5 jaar gebruikt, denk ik. Maar deze is ook super fijn, heel cute en ook makkelijk om mee te nemen en mee te reizen. Ik ga later hierin alles overzetten. En toen ik in India was, heb ik een aantal beelden gekocht. Een paar ervan zijn cadeautjes en een paar heb ik gekocht voor in huis. Ik heb hem ook voor me verpakt in een cadeauverpakking. Mijn favoriet is Ganesh Bhagwan. En ik heb heel veel beeldjes in mijn kamer en in ons huis staan. Dus vandaar dat ik deze even opmaak. En dit is hem geworden. Ik vind hem zo prachtig. Dan het laatste wat ik jullie wil wijzen is dit beeldje van Ganesh Bhagwan. En deze ga ik in de auto plaatsen. In mijn moeders auto of mijn vaders auto. En ja, ik heb er een plakbandje onder laten zetten waardoor die blijft plakken. En ja, hij is super. En deze is ook super cute. De detailing erop is echt prachtig. Maar goed, dat was de vlog. Ik hoop dat jullie de India vlogs leuk hebben gevonden. Ik wou jullie graag meenemen op mijn vakantie. Ik ga jaarlijks naar India. En ja, ik wil gewoon mijn trip dit jaar delen. Maar goed, als jullie deze video's leuk hebben gevonden en vooral deze video, geef dan zeker een thumbs up. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog. Dus tot dan, stay happy.